had dat nog nooit gedaan. Ik vond het wel zeer interessant om eens een keer echt onder de knie te krijgen. Van 80 tot 0 bijvoorbeeld, dat heb ik nog nooit moeten doen. Gelukkig. Nee, dat heb ik nooit bij stilgezet dat er zo'n afstand tussen zat dat je toch wel je rempedaal moest indrukken voor echt effectief een paar twintigtal meters stil te staan. Fan, stop, fan, stop, fan. Wel, feedback van onze Ford Driving Skills for Life instructeurs zegt ons dat eigenlijk zo goed als niemand ooit zo'n non-stop in de rijopleiding gedaan heeft. En op basis daarvan hebben wij een marktonderzoek gedaan bij alle deelnemers van de voorbije 3 jaar. En daar blijkt dat meer dan 85% van die mensen inderdaad het nooit geleerd heeft. En tegelijkertijd zegt eveneens 85% dat ze al wel een noodrem hebben moeten toepassen op de openbare weg. Dus echt een probleem. Het is de bedoeling dat we 60 km per uur reden en dat we dan op een bepaald punt zei de begeleider stop en dat we dan echt volop onze remmen moesten gaan en volledig tot stilstand moesten komen. Stop! Wat ik het meest interessant vond, was l'arrêt d'urgence en de reacties, testen de reacties finalement. Urgence, même moi j'ai eu un premier accident. Ou peut-être que suite à cette petite formation, j'aurais pu être plus apte à éviter le danger. Donc, Voor mij heeft het heel veel geholpen vandaag. Omdat ik denk persoonlijk dat de remtest die je hier doet, die kan je eventueel later in het leven ook wel gebruiken. Top! Het was eerst vooral een plezante ervaring, maar daarna is het ook wel leerrijk, waardoor dat ik weer sterker in mijn schoenen sta in de auto. Top! Ik hoop dat er op het moment dat er echt iets gaat gebeuren in het verkeer, dat ik dan toch wel kan onthouden wat ik hier heb onthouden, of dat die reflex toch er een beetje in zit. Parce qu'apprendre à conduire, c'est pas seulement être un bon chauffeur sur la route, mais aussi pouvoir réagir dans des situations à laquelle on s'attend pas. Ik vind dat wel eens goed voor te voelen. Ik vind dat een uitstoot standaard in de lessenpakketten zou moeten zitten, omdat je daar vroeg of laat toch wel mee geconfronteerd kan worden. Très bien, jeune homme. Super, merci. Moi je goûte. Ça c'est très bien. Ok.